Hoofdstuk 24 van Naar het middelpunt der aarde. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Naar het middelpunt der aarde door Jules Verne. Hoofdstuk 24. Te horizontaal, bijna loodrechte put, onder de oceaan. De volgende morgen hadden we reeds al het uitgestaande leed vergeten. Ik verwonderde mij eerst dat ik geen dorst meer had en vroeg naar de reden daarvan. De beek, die murmelend aan mijn voeten stroomde, gaf mij het antwoord op die vraag. Wij ontbeten en dronken dat uitmuntende, ijzerhoudende water. Ik voelde mij geheel opgevrolijkt en vol ijver om verder te gaan. Waarom zou een zo innig overtuigd man als mijn oom, met een schrandere gids zoals Hans en een vastberaden neef zoals ik bij zich, niet slagen? Zulke mooie gedachten speelden mij in het hoofd. Als men mij voorgesteld had om naar de top van de Sneffels terug te keren, zou ik het met verontwaardiging afgeslagen hebben. Maar er was gelukkig alleen sprake van dalen. Laten wij vertrekken, riep ik, en deed door mijn tonen vol geestdrift de oude echo's van de aardbol ontwaken. De tocht werd donderdagmorgen te 8 uur hervat. De granieten gang, die zich in allerlei bochten kronkelde, vertoonde onverwachte krommingen en bootste de verwikkeling van een doolhof na. Maar zijn hoofdrichting bleef toch altijd zuidoostelijk. Mijn oom raadpleegde gedurig zeer oplettend zijn kompas om zich rekenschap te kunnen geven van de doorlopende weg. De galerij die bijna zuiver water pas verder met hoogstens 2 duim helling per vadem. De murmelende beek stroomde langzaam onder onze voeten. Ik vergeleek haar met een vriendelijke geest die ons door de aarde geleidde en met mijn hand streelde ik de vochtige stroomnimf die onze schreden met haar gezangen begeleidde. Mijn opgeruimdheid nam gaarne een mythologische wending. Wat mijn oom aangaat, hij, de man der loodlijn, raasde geducht over de waterpassen richting van de weg. Deze verlengde zich tot het oneindige, en in plaats van langs de straal der aarde voort te gaan, zoals hij het noemde, ging hij langs de schuine zijde. Maar we hadden geen keus, en zolang wij, al was het ook nog zo weinig, het middelpunt naderden, hadden we geen recht om te klagen. Ook nam van tijd tot tijd de helling toe. De stroomnimf tuimelde bruisend voort en we daalden dieper met haar. Over het geheel legden wij deze en de volgende dag een groot eind af in een waterpassen richting, maar betrekkelijk weinig in een loodrechte. Vrijdagavond, de 10e juli, waren we naar onze berekening 30 uur gaans ten zuidoosten van Reykjavik en op een diepte van 3,5 uur gaans. Nu opende zich een verschrikkelijke put voor onze voeten. Mijn oom kon zich niet weerhouden om in de handen te klappen toen hij de steilte zijner helling berekende. Die zal ons ver brengen, riep hij, en gemakkelijk ook, want de uitstekende punten der rots vormen een ware trap. Hans maakte de touwen behoorlijk vast om ongelukken te voorkomen. De afdaling begon. Ik durf niet zeggen dat zij gevaarlijk was, want ik was reeds gewoon aan die halsbrekende oefeningen. Deze put was het nauwe spleet in de vaste rots van de soort die men faille noemt. Het was duidelijk dat zij ontstaan was door de samentrekking van het gebeente der aarde tijdens haar afkoeling. Als zij vroeger tot een doorgang gediend had voor de gesmolten stoffen door de Sneffels uitgebraakt, kan ik mij niet verklaren waarom er geen spoor van was achtergebleven. We gingen langs een soort van wentelende schroef, die door mensenhanden vervaardigd scheen. Om het kwartier moesten wij stilhouden om de nodige rust te nemen en aan onze benen hun veerkracht terug te geven. Dan gingen we met afhangende benen op een uitstekende punt zitten, aten en praten en lesten onze dorst aan de beek. Het spreekt vanzelf dat de Hansbeek tot nadeel voor haar omvang een waterval in deze spleet vormde, maar ze was nog meer dan toereikend om onze dorst te stillen. Ook kon het niet missen of zij moest haar rustige loop hernemen zodra de helling afnam. Op dit ogenblik deed zij mij denken aan mijn waardige oom, zijn ongeduld en zijn toorn, terwijl zij door haar zachte hellingen het beeld was van de kalmte des IJslandse jagers. De 6e en 7e juli drongen wij, steeds de schroeflijnen deze spleet volgende, nog 2 uur gaans dieper in de aardschors door, hetgeen 5 uur gaans onder het vlak der zee uitmaakte. Maar de 8e, tegen de middag, kreeg de spleet in de richting van het zuidoosten een veel zachtere helling van omstreeks 45 graad. De weg werd nu gemakkelijk en zeer eentonig. Het kon ook bezwaarlijk anders. De veranderingen van het landschap konden de reis niet afwisselen.
Eindelijk waren wij op woensdag de 15e 7 uur gaans onder de grond en omtrent 50 uur gaans van de Sneffels af. We waren wel een beetje vermoeid, maar onze gezondheid bleef bevredigend en de reisapotheek was nog onaangeroerd. Mijn oom tekende van uur tot uur de aanwijzingen van het kompas, van de tijdmeter, de luchtdichtheidsmeter en de thermometer op, die hij later in het wetenschappelijk verhaal zijn reis heeft opgenomen. Hij kon zich dus gemakkelijk rekenschap geven van zijn toestand. Toen hij mededeelde dat wij waterpas 50 uur gaans ver waren, kon ik een uitroep niet weerhouden. Wat scheelt u toch? Vroeg hij. Niets, ik maak slechts een opmerking. En die is, mijn jongen? Deze, dat als uw berekeningen juist zijn, wij ons niet meer onder IJsland bevinden. Gelooft gij dat? Het is gemakkelijk om daarvan zekerheid te krijgen. Ik mat het met de passer op de kaart af. Ik bedroog mij niet, zei ik. We zijn Kaap Poorten voorbij en die 50 uur gaans naar het zuidoosten brengt ons in volle zee. Onder de volle zee, antwoordde mijn oom, zich in de handen wrijvende. Dan strekt, riep ik, de oceaan zich boven ons hoofd uit. Maar, Axel, niets is eenvoudiger. Zijn er te Newcastle geen steenkolenmijnen die ver onder de golven voortlopen? De professor mocht het al eenvoudig vinden, maar de gedachte dat ik onder de watermassa voortliep, boezemde mij toch enige ongerustheid in. En evenwel, of de vlakte der bergen van IJsland, dan wel de golven van de Atlantische Oceaan zich boven ons bevonden, dat maakt eigenlijk geen verschil, zodra het gewel van geniet slechts stevig genoeg was. Overigens gewende ik mij spoedig aan die gedachte, want de nu eens rechte, dan weer kromme gang, in zijn hellingen even grillig als in zijn kronkelingen, liep toch voortdurend naar het zuidoosten en drong gedurig lager, zodat hij ons spoedig op een aanzienlijke diepte bracht. 4 dagen later, zaterdag de 18e juli, kwamen wij des avonds bij een soort van vrij grote grot. Mijn oom gaf Hans zijn 3 rijksdaalders weekhuur en er werd bepaald dat de volgende dag een rustdag zou zijn. Het einde van hoofdstuk 24.